Lijken er veel mensen in België op jou? Wel, mijn broer, mijn vader. En dat is het zo ongeveer. Ik kan me niet voorstellen dat er in België nog één man rondloopt die er zo uitziet. Het zijn wel van die mensen die hun haar laten groeien en een bril opzetten. En die dan bewonderaars zijn van mijn werk en die daar willen uitzien als ik. God verbiede het, maar toch gebeurt het soms. Ja. Ken je het werk van Herman Jort? Nee, ik heb net dat oeuvre doorgenomen. En man, heeft hij niks anders te doen. Ik ben wel 60 titels tegengekomen. Dat klopt ook. Dus ik heb inderdaad niks anders te doen. Nee, ik ben 2 titels per jaar, toch? 2 titels per jaar. Ja, maar kijk, en iedereen zegt, Herman, doe eens rustig. Ja, maar als je 2 pagina's per dag schrijft, dat is niks. Dan schrijf je meer dan 700 pagina's per jaar. Dat zijn 2 boeken. Ja. Ik begrijp niet wat die andere schrijvers dan allemaal doen. Ja. Trouwens, ik schrijf die boeken en dat is maar de helft van mijn werk. Ik schrijf ook nog 6-7 columns in de maand. Dus, en wat trek je aan, Herman, van de ook, ik denk zelfs je vrienden, maar in ieder geval de uitgeverswereld zegt, Herman, ietsjes rustiger. De opwinding van de nieuwe Brusselmans gaat er een beetje vanaf. Ja, kijk, de mensen lezen enorm traag. Dus als ik een boek uitbreng in maart en dan in oktober zijn mensen dan ook bezig met dat boek van maart. En dan zeggen ze, dat van oktober slaan we over. Ja. En dat vindt de uitgever dan niet zo'n goed idee eigenlijk. Nee. Maar mij kan het eigenlijk allemaal weinig schelen. Kijk, ik doe het al lang niet meer voor het geld. Al lang niet meer. En dus is het om het even hoeveel boeken ik uitbreng. Je bent voorkomen kijk, binnen. Simenon bijvoorbeeld, die gaf 4 boeken per jaar uit. Ook in de muziek, in de tijd van de Beatles, die gasten gaven 3-4 LP's per jaar uit. En nu 2 boeken zou te veel zijn. Nou, dat vind ik dus niet. De 63ste roman van Herman Brusselmans begint als volgt. Danny Muggenpuut was een van de befaamste auteurs van Vlaanderen geworden, dankzij zijn 9 romans, en daar komen de titels, De voor- en nadelen van longontsteking, Kwart na 3 moet kwart over 3 zijn, Onze planeet is een bolletje, De gefeunde bedelaar, De stoverij van de gebroeders van Reet, Geweldloos beffen, Mijn vader zei altijd help je moeder bij de afwas, De vleugelneus en Tante Paula op zolder. Dat moet jij toch met tintelend plezier opschrijven. Kijk, een beginzin is ongelooflijk belangrijk, dus dat zet de toon, inderdaad. Ik weet meteen of een verhaal of een roman iets wordt als de beginzin juist zit. En bijvoorbeeld, mijn grootvader had zo'n hazellip dat hij dwarsfluit kon spelen op een blokfluit. Dat is een goede beginzin. Dat is een goede beginzin. En dan weet ik, hier kan ik mee verder. Welke roman is dit? Dat is uit een kort verhaal uit Het mooie kotsende meisje. Ja. Het mooie kotsende meisje? Ja, dat is een boek, dat ligt hier toevallig niet bij. Ja. Is, dat sowieso een geestig verhaal? Wel, in dat boek staan een aantal van wat je mijn geestige verhalen zou kunnen noemen gebundeld. Ja. Ken je nog meer uit je hoofd eigenlijk? Ben je... Er is wat ik zelf dan technisch een goede grap vind, dat gaat over mijn schoonvader. En iedere keer als die man de letter F uitspreekt, valt zijn vals gebit uit zijn mond. Maar nu stellen de buren hem altijd vragen waarop het antwoord minstens 1 F moet bevatten. Dan zeiden ze bijvoorbeeld, Fred, met welke auto rij jij? En dan zegt hij, met een Fiat. En vallen die tanden eruit. Toen heeft hij zich speciaal daarvoor een nieuwe auto gekost. En dat heeft hem gekocht. En dat heeft hem nog veel geld gekost. Want hij wilde per se een Ford Fiesta. Nou, technisch gezien is dat wel een goede grap. Is dit technisch gezien? Waarom is dit technisch gezien een goede grap? Nou, omdat je hem niet echt voelt aankomen. En dat het... Ik zag hem van een kilometer aan. Jort zei al Ferrari. Ja, heb je nog een grap die we van heel ver zien aankomen, waar we toch ontzettend veel plezier over hebben? En ik mag hem stellen omdat het de Boekenweek gaat om grappen. Ja, maar ik ken mijn grappen niet allemaal uit mijn hoofd. Ik sta er ook niet bij stil dat ik een grap mag. Ik schrijf heel impulsief en dat komt allemaal op papier en daarna corrigeer ik het wel. En ik ontdek dat nu en dan dat daar een grap tussen zit. Maar ik zeg, de eerste zin zet de toon. Kijk, ik had ooit een eerste zin in mijn hoofd van De kus in de nacht. Is dat, ik heb niets te vertellen en dat zal ik nu doen op 600 pagina's. Ja. En dat vond ik een goede eerste zin. Ontmoedigende eerste zin, zou ik zeggen. Ja, een ontmoedigende eerste zin, want toen moest ik die 600 pagina's schrijven. Ja. Maar anders klopte die zin niet. Nee. Maar als je van die 600 pagina's 150 pagina's maakt, is het geen goede grap. Dat moeten enorm veel pagina's zijn. Maar goed, die heb ik dan toch maar even geschreven.